In totaal lieten 1060 panelleden zich uit over het onderwerp. 95% van de respondenten zegt wel eens iets te kopen in Duitsland. De 5% die dat niet doet, koopt liever lokaal, heeft geen vervoer of vindt het te veel moeite. Tanken is de voornaamste reden om naar Duitsland te gaan, maar ook de drogist en de supermarkt worden druk bezocht. Volgens mij allemaal vellen, zelfs niet die hier komen. Wat ga je halen? Nu bier en een maatje van mij die zijn naar binnen gelopen, die gaat voor een paar flessen sterke drank. Dweilig gekocht, ik heb make-up voor hem gedaan en mijn wasverzachter. We moeten nog wat drank halen, we zijn net bij de drogist geweest, dus dat is het vandaag. Bijna de helft van de consumenten uit Venlo zegt maandelijks te kopen in Duitsland. 40% zegt dat zelfs op wekelijkse basis te doen. Het grootste verschil in koopgedrag dat is te zien in de supermarkt. 30-minners die komen daar niet zo vaak, terwijl 60-plussers juist het vaakste vinden zijn in een Duitse supermarkt. De reden waarom dat men in Duitsland koopt, die is eigenlijk voor iedereen hetzelfde. Ja, omdat hij hier goedkoper is. Alleen de benzine is al 2,30 euro. Ja, en hier is hij 1,88, 1,87. In Nederland is het gewoon niet te betalen. Veel duidelijker als hier is of nergens niet meer. Wat betaalt je even? Hier betaalt ze 4,50 euro van Pexicheck. Het is ook goedkoper als bij ons, maar het is hier niet goedkoper. Ik ga eigenlijk voornamelijk naar de DM. En ook omdat het toch wel veel scheelt. Dus hier is het toch wat goedkoper als in Tegelen. 92 euro ongeveer. En dat zijn allemaal dingen waar in Nederland 30 cent misschien extra op zit. Bij de pizza's nou bijvoorbeeld in aanbieding, ja, is in Nederland een paar euro meer erop. Als je dan toch naar Duitsland gaat, blijkt dat veel panelleden meerdere zaken combineren. Zo gaat de helft van de consumenten naar de drogist, de supermarkt en het tankstation. 2/3 van die groep haalt ook nog alcoholische drank bij de oosterburen. De supermarkten, de drogisterij, hier de drank, drinkgoed, hoe heet dat? Tankstation ook nog? Oh, wacht, jij moet ook nog. De drogist, de sluiterij, tanken. Eerst tanken. Dan maar meteen even wat boodschappen doen, ja, dan hebben we genoeg verdiend. Kijk, ik ga zien op een gegeven boodschappen doen en tanken tegelijk en dat scheelt een hele hoop. Tankstation geweest, Lidl in een ander dorpje en dan hier al bij DM, WW, zometeen drinkgoed. Is het gelijk een dagje uit in Duitsland? Ja, precies. Dat is goedkoper dan de Efteling uiteindelijk.